Nou komt nummer 4. Ik tel tot 3. Oh, spas, spas, spas. 1, 2, 3. Vier ballen. Nou, het is natuurlijk nog lang geen kerstmis, dus we gaan ze weer laten verdwijnen. Jongens, daar gaat-ie. Eva Gerkopper bij buurtcentrum De Schuilhoek. Dat is een mooi en bijzonder bezoek. Nou, dat kan je wel zeggen, inderdaad. Ger die is bij ons en bij ons is buitenschoolse opvang terechtgekomen in het kader van een activiteitenthema wat we doen. Sprookjes en superhelden. En dat doen we zo door samen met alle medewerkers van de BSO, of althans een afvaardiging, te overleggen van goh, welke activiteitenthema's zullen we bedenken en wat gaan we doen. En toen zeiden we van goh, het zou toch wel heel leuk zijn als we een tovenaar hadden. Want een tovenaar, ja, die hoort ook een beetje in het thema sprookjes en superhelden. En toen stond er een andere collega van mij op en die zegt, weet je wat, ik ken nog wel een goochelaar. En volgens mij is die oud-wereldkampioen geweest. Nou, 3 minuten later was het geregeld, had ik Ger aan de lijn gehad. En Ger die zei van, nou, dat vind ik hartstikke leuk, dat wil ik doen. En het lijkt me ook hartstikke leuk om, want dat was eigenlijk de bedoeling, om met onze kinderen een aantal workshops te gaan doen. Dus dit is eigenlijk de aftrap, de voorstelling. En vanaf volgende week komt hij op verschillende BSO-locaties van Welschap, komt hij kleine groepjes kinderen goochelen leren. En hoe staat het met jouw goochelkunsten? Kun je een beetje goochelen? Ja, als leidinggevende is goochelen mijn werk. Dat is mijn tweede natuur, denk ik soms. Ger, waar is het allemaal ooit begonnen? Het is begonnen met een goocheldoos. Ja, zo beginnen een hoop kinderen natuurlijk. En ik was 12, 13. En ja, toen deed ik mijn eerste trucjes met veel succes in de omgeving. Ja. Want welke bekende namen heb je onder andere gecoacht? Nou, de bekendste die gecoacht heb is natuurlijk Hans Klok. Die kent iedereen. Een aantal jaren. Ontzettend leuk om met zo'n top collega te werken. En daar werd dan mijn expertise in geschakeld. Heel leuk om te doen. En nou, inmiddels geef ik les. Hè? De Dutch School of Magic. Kan iedereen zich aanmelden voor de Dutch School of Magic? Ja, iedereen kan zich aanmelden. Want ja, ik geef heel veel leken les. Dus mensen die nog nooit iets met goochelen te maken hebben gehad. En dat varieert van kinderen van vanaf 7, 8. Tot heren van 70 die nog goocheltrucjes willen leren voor hun kleinkinderen. En met een leuk resultaat. Want vaak als ze 's morgens komen op zo'n workshop, dan kunnen ze 's middags eigenlijk al een kleine voorstelling geven voor ouders of kennissen of wat dan ook. En die gezichten, denk ik wel eens, die zou ik wel eens willen filmen van die mensen die dan die reactie op wat zo'n kind dan op zo'n dag heeft geleerd. Want over kinderen gesproken, welke truc is nu het favoriet op dit moment? Nou, kijk, of dat nou een truc is, ik denk wat er op het ogenblik heel favoriet is, is iedereen heeft het over Dynamo. He, natuurlijk. Men kent Hans Klok, maar goed, dat zijn de grote kisten en kasten en het geweld, spektakel, en daar moet je vooral voor naar theater gaan. Maar waar kinderen best wel door gefascineerd zijn, zijn de wonderen die gewoon iemand doet op straat. En daar geven we vanmiddag ook een klein beetje een voorbeeld van. Door niet zozeer grote illusies te vertonen, maar het wat kleinere werk, het manipulatieve werk. Dus de verbazing wekken zo van, ik zat er vlakbij en ik zat er met mijn neus op. En hoe kan dat nou? Niek, ja. Nederlands kampioen. Mm-hmm. Vertel, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Nou, door heel veel te oefenen. En door hard te werken, dan uiteindelijk met een goede act, dan kan je Nederlands kampioen worden. En je zegt oefenen, doe je dat zelfstandig of heb je het ergens geleerd? Nou, heel vaak doe je het zelfstandig, maar je hebt natuurlijk de Dutch School of Magic. Waar je regelmatig komt om je act bij te schaven en dan krijg je weer tips en tricks. Die help je daarmee. En van wie krijg je dan les? Van Ger Kopper. Ger Kopper en Mike, dat zijn die begeleiden me daarin. En wat is nou je persoonlijke favoriete goocheltruc? Ja, dat is moeilijk, want ik heb zoveel trucs. Maar ik denk, ik heb mijn manipulatie-act. Dat is de act waarmee ik NK-winner ben geworden. Ja, dat is een act van 8 minuten. En ik denk gewoon, die totale act, dat is gewoon mijn lievelingsding om te doen. Ook verschillende trucs, verdwijnen, verschijnen van kaarten en verkleuringen. En dat vind ik het leukst, ja.
En hoe is die passie ooit ontstaan? Ja, nou, dat is eigenlijk best wel lang geleden. Ik was 7 ongeveer en toen ben ik met mijn moeder naar Duinrel geweest, een pretpark. En daar zat Hans Klok op. En toen ik hem zag goochelen, dacht ik gelijk van, wauw, dat wil ik ook gaan doen. En goocheldozen gekocht en toen ging mijn vader nog voor goochelleraar zoeken. Richard Top, die heeft me nog begeleid met het close-uppen. Ben ik gaan oefenen, uiteindelijk naar de School of Magic gegaan. En zodoende ja, ben ik helemaal verliefd geworden op het goochelen eigenlijk. Troy Huiskens en Niek Takens.